dit schip nu eens niet gekomen was, dan hadden we het deze winter wel eens moeilijk kunnen krijgen. De stad Vlaardingen brengt namelijk 11.000 ton kolen naar Amsterdam, als eerste zending van de meer dan 1,5 miljoen ton die Amerika ons in het kader van het plan Marshall zal leveren. Dit is de grootste vracht kolen die ooit in Amsterdam werd aangevoerd. Zij is bestemd voor de Nederlandse spoorwegen en zij komt juist aan op de herdenkingsdag van de grote spoorwegstaking die in 1944 op aandringen van de Amerikaanse opperbevelhebber generaal Eisenhower in Nederland uitbrak. De productie van de Limburgse mijnen is nog niet op vooroorlogs peil. En zonder de Marshallkolen had het bedrijfsleven het in deze winter met 20% minder vaste brandstof moeten stellen.